Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Maar daar zit Patricia Ednel. Het zal heel raar moeten lopen. Willen wij deze mevrouw niet nog een keer zien in de Kamer, in de Assemblée? Dat gevoel heb je ook, toch? Goedendag, meneer Van Sinas en de luisteraars. De samenleving, het volk, had moeten kiezen op 25 mei. Ja, ze hadden al in een moeilijkere tijd voor je gekozen. En toen je zelf nog niet zo geprofileerd had. Dus nu is het een eitje, toch? Kijk, het volk beslist daarover. Je hebt ervoor gezorgd dat je het volk op een danige wijze hebt gediend. Dat ze zien dat je voor ze opkomt, natuurlijk. En je moet wel een beseffen dat het niet allemaal alleen aan jou ligt om daar te komen, hoor. Het volk heeft zoveel zeggenschap dat zij op 25 mei moeten gaan stemmen en dan het besluit nemen van mevrouw Ednel mag nog niet 5 jaren ons vertegenwoordigen. Kun je nog een felle vrouw in die voor volk uitkomt en alles zegt in de NPS? Ik ken die niet. Jij? Er zijn genoeg vrouwen die je kan zeggen van ze zijn ready als ze de ruimte daar krijgen. Dus ik zou niet zeggen dat ze er niet zijn. Ze zijn er, maar ze moeten de ruimte daartoe krijgen. Dat weet ik zeker. Dat ze het doen. En nu zien we dat er genoeg vrouwen op de lijst zijn. Ja? Overal in de district die zich ready maken om in het parlement te komen van de NPS. Oké, mooi. En hoe gaat het met die campagne? Jij bent actief, hè? Op social media, overal. Ik zie, iedereen ziet jou, hè? Ja, dus hoe zorg je ervoor dat je de informatie brengt in de gemeenschap, dat je natuurlijk je boodschap brengt. Je bent in het veld, je bent overal met de mensen bezig. Dus het is heel veel werk, maar ik wacht niet alleen tot de verkiezingen, hoor. Ik ben de afgelopen jaren echt bezig geweest met die samenleving. En dan win je ook niet alleen maar tijd, maar je wint ook sowieso de benadering naar de mensen toe. Want ze weten al wie je bent, ze kennen je al zodanig al. Dus bij sommige mensen, wanneer je gaat, dan zeggen ze ook, ja, mevrouw Ednel, we kennen u. Let daarop als u in het parlement komt. Weet je, er zijn dingen waar ze sowieso vragen dat ik erop moet gaan letten. En dat doet goed. Weet je, dus je ziet dat de mensen je gevolgd hebben en natuurlijk de projecten die je hebt gedaan, hebben ze ook gevolgd en dan geven ze daarop hun feedback nu. Ja, en in de tussentijd, ik zet me dan schrap voor een politiek correct antwoord, want dat is wat wat gaat volgen. Er gaan heel veel stemmen, hoor ik mensen zeggen van joh, de manier hoe Patricia Ednel zich manifesteert, dat is die leider die de NPS nodig heeft. Zij moet de voorzitter worden van NPS. Ja, ik weet dat het is politiek correct, hè, dus ik zal niet schrikken. Hou het correct. Je lacht, hè? Je lacht ook. Ja, omdat weet je, van een journalist moet je alles verwachten, toch? Uh-huh. En kijk, ik zeg, wanneer je de 48 wetten van macht bestudeert, dan zeg ik, je moet weten als persoon waar je plek is. En ik weet op dit moment dat mijn plek is dat ik de leider volg. En dat is wat ik doe op dit moment. En ik ben tot nu toe ben ik tevreden met waar ik sta. Oké, dus je doet het ook nog. Ik dacht, ik roep het alvast, politiek correct, en je blijft politiek correct. Nee, jouw populariteit heb je niet, hè, van door politiek correct steeds te zijn. Nou, je hebt dat ook natuurlijk door je fighting skills en ervoor zorgen dat je puur blijft. En natuurlijk, kijk, de mens ziet je, de mens weet hoe je bent, de mens weet ook precies wanneer je het speelt en wanneer je fake bent. En ik ben blij dat ik altijd heb laten zien dat this is my true art. En op dit moment laat ik dat ook zien.
Nou, oké. Okay. Als je het zo wil, dan gaan we het formeel houden. Ik dacht, ja. Nou, het is wat ik hoor. Hè. Ik zit hier en ik hoef niks te doen. Ik doe maar één interview met jou. En dan komen 500 reacties. En die 500 zeggen 480. Patricia is de nieuwe leider. Het is tijd voor een... Voor mij is er nog geen leider, een vrouwelijke leider geweest bij de NTS, toch? Nee, er is nog nooit nooit een vrouwelijke leider. Er dus... zijn wel altijd vrouwen geweest die samen met de leider trekken, hoor. We hebben die vrouwen gehad, een Bella Richard. Ze is altijd een sterke vrouw geweest. Ze is een sterke vrouw geweest in de partij. Marie Levens. Marie Levens en mevrouw Vanenburg. Het zijn van die sterke vrouwen, mevrouw Doenbank Tobing. Echt van die vrouwen waarvan je zegt van... Ze zijn sterke vrouwen. Mm-hmm. Bepaalde van ze zijn er niet meer. Anderen die zijn er nog niet. Ze hebben echt hun krachten gegeven aan de partij. En er zijn nog een aantal nu op dit moment. En natuurlijk hoor ik het ook. Is net jij het alleen maar hoort. Ik hoor het ook. Maar er zijn sommige dingen waar je als persoon niet alleen maar nuchter moet blijven. Maar je moet weten wanneer moet je en wanneer moet je niet bewegen. Wanneer moet je dingen laten gaan zoals ze moeten gaan? En dat is wat ik nu doe. Ik laat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Het enige moment om niet te bewegen is wanneer je geschoren wordt. Dan moet je rustig blijven. Nou, dat kan. Maar ik bedoel, niet bewegen, een letter ziet. Maar in sommige dingen moet je in de geest, in alles wat je doet, moet je stil zijn. Moet ik het zo uitdrukken. Okay. Nee, ik forceer geen antwoorden, hè, maar ja, ik ben in dienst van gemeenschap. En als ik reacties krijg, dan is er een redactie die ze meeneemt en die zegt van jongens, het laatste interview van Patricia Ednel ging hierover. Dat waren de meeste reacties. Dus mag je Patricia Ednel weer eens keer spreken, dan moet je deze vragen verplicht stellen. Ben je klaar voor het... dit is Nederland, we doen het anders dan in Suriname. Ben je wel klaar voor het voorzitterschap van NPS? Kijk, voorzitter worden is niet iets dat zo makkelijk gaat. En dat je moet denken van, oké, it's gonna be an easy thing. Op dit moment zeg ik heb nog veel te leren. En nog veel geestelijk goed voor te bereiden. Dus dat is wat ik op dit moment zeg. Ik weet niet hoe het zal zijn over een paar jaren. Maar op dit moment zeg ik, ik wil nog meer leren en nog meer die geestelijke kracht krijgen. Dat is wat ik op dit moment wil. Kijk, de mensen kijken naar je en zien andere dingen. En daar heb ik alle respect voor. Maar ik moet me ook als mens, als persoon, moet ik me ook goed erin voelen. En dat is wat ik ook aangeef. Op dit moment zijn er andere dingen die voor mij toch gedaan moeten worden alvorens je zegt, you're gonna make the big step. Als je een willekeurige Surinamer spreekt in Paramaribo, Kwataweg, Keistraat, maakt niet zo uit en je loopt iemand tegen het lijf en je vraagt, noem vier leden van NPS. Denk je dat die tot 2, 3 zou kunnen komen? Hoe bedoel je? Ja. Ik denk dat men genoeg mensen kent binnen de NPS, hoor. Soms schrik je er zelf van. Zou je 5 voor mij kunnen noemen? Hoe bedoel je? Gewoon 5. 5 mensen binnen de NPS? Ja. Waarvan ik zeg van, hey, die are... Nee, waarvan ik zeg van, ja, die heb ik... Ik heb eerder van die gehoord. NPS'ers? Ja, die op lijsten staan. Ah, ik ken er genoeg, meneer Winter, meneer Edu Kruden, meneer Sleiter, meneer Plein, Matanti Venetiaan. Achternaam wel. Weet je? Ja. Ja, dus jij misschien ken je ze niet, maar een heleboel andere mensen kennen ze wel. Nou, en ik werk voor die mensen, voor die andere mensen. En die geven mij, die voeden mij hier met vragen en suggesties en argumenten. Dus maar we gaan het laten, want ik zie dat het ongemakkelijk wordt voor jou. Ja? Want jij bent gewoon zichtbaarder dan de voorzitter Gregory Rusland. Dat is zo'n feit. En je mag alles zeggen, meneer Pichot, luister alle interviews van NPS terug.
Maar dat is toch een feit. Waarom is de voorzitter niet zo weinig? Waarom is de voorzitter zo weinig in de pers? Dat is niet waar. Ik ben het helemaal niet met je eens, boyfriend. Dat is niet waar. Ja. Die voorzitter komt best wel heel vaak naar de mensen toe. Okay. Toch? En ik ben het niet eens daarmee. Oh, ja. Ik vind wel dat die voorzitter vaker in de media is. Elke zondag om 4:15 okay. is de voorzitter live te volgen. Waar? Toch? Via Appenti. Ik dacht boe. Via Appenti Radio en via live. Okay. En Gregory okay. Rusland. Toch? Dus je kan de voorzitter elke zondag om 4:15 live volgen. En verder is de voorzitter heel vaak op de radio, heel vaak op de televisie, in de kranten. En ik wil dit wel zeggen, want kijk, soms, weet je, sommige mensen, ik kan de mensen begrijpen, soms willen ze die leider vaker zien. Ja. Maar weet je, het gaat niet denk, om het vaker zien van die leider. Waarom speel je politiek met mij? Ik denk, ja, je bent niet bekend omdat jij een hele gewikste politicus bent of politica. Mensen vinden het leuk omdat ze kunnen zich identificeren met jou van, oh, girl next door. En ze zit daar in het parlement, dus... Keep dat. Hou dat vast. Oké. Okay. Is goed. Ik hou het vast. Oké. Okay. Ik hou het vast. Oké. Okay. Zullen we dan naar andere dingen gaan? Nou, jouw werk. Nou. Je was in de Helemaal. Commissie die met Hoefdraad moest praten. Hè? Hoe ging dat? Ik kreeg een bericht en ik zeg van ja, die man gaat vrij uit. Wat voor commissie was het? Waar bestond de commissie uit? Oké. Okay, het is een hoorcommissie. Dat is samengesteld tijdens een huishoudelijke vergadering. Deze hoorcommissie heeft als doel gehad om eigenlijk te horen wat de minister van Financiën aan te geven had naar aanleiding van het rapport dat gestuurd is door de PG naar het parlement. Dat is woensdag gebeurd, woensdag jongsleden is dat gebeurd, waarbij we hebben geluisterd naar de minister van Financiën. Het heeft in totaal 3 tot 4 uren geduurd. Deze hele hoorsessie. En in de commissie zaten de heer Wang Sabisari als voorzitter, de meneer Brieveld, mevrouw Coutinho, de heer Abdul, mevrouw Sumter, mevrouw Etnel, dus mijn persoon, meneer Gayadin, meneer Van Palu. Charles de la Ponte, no? Meneer de la Ponte en mevrouw Carta Bink. Mm-hmm. Er waren ook toehoorders, die waren er ook bij. Ja. En meneer Hoefdraas is begonnen om aan te geven hoe hij bepaalde dingen zag en wat hij vond. En nadat we met een korte brief, laten we zeggen al met 4 uren naar de minister van Financiën hebben geluisterd, ben ik tot de conclusie gekomen dat de minister een aantal dingen duidelijk heeft willen maken. 1. Dat hij een vriend in Jeruzalem was gedurende het heel gebeuren met de minister met de heer Van Tricht. Hij was een vriend in Jeruzalem, hij wist van niet. Alles was voor hem, lijkt niet, God, is dat nou gebeurd? Hij schrok ook van alles, dat was 1. 2. Hij gaf aan dat hij bepaalde dingen heeft gezien. Hij heeft ze wel gezien. Hij heeft ze ergens wel waargenomen, maar hij heeft het niet tot zich genomen. 3. De heer Van Trick is supermachtig geweest als governor. Als je mij vraagt, is meneer Van Trick de uitvoerende macht? Toch? Hij is de president, de vicepresident en de raad van ministers samen. Dat moet ik concluderen uit het verhaal van meneer... Hoefdraad. Mm-hmm. En als je mij vraagt, laat meneer Hoefdraad ook zeggen met zijn heel verhaal dat de regering van nul en geen waarde is. En verder dat de PG hem zomaar beschuldigt. De PG trekt conclusies en de PG is politiek bezig. En hij heeft alles wat er is gedaan, heeft hij gedaan voor land en volk. Dat is wat zij verklaart, of wat hij verklaart. Dat is wat ik heb concluderen uit het heel verhaal. Dus die man is een heel lieve man die voor Suriname Keert heeft gewerkt en jullie proberen hem nu... echt waar, die man dat is zo lief toch? En hij... Ja toch, want dat zegt hij ik nu ben niet van, cynisch, ik ben hoor. Super lief.
Weet je, dat is wat hij ons wil aangeven. En het was heel verschrikkelijk. Want op dat moment dacht ik van Migado, wat wil deze man doen? Wil hij me laten zien dat ik mijn intelligentie, dat ik een probleem daarmee heb met mijn intelligentie? Ik weet het niet. Weet je, die man is heel beschamend geweest naar mijn intelligentie toe. En ook naar mijn waardigheid voor mijn land, de liefde die ik heb voor Suriname. Dat hij dat heeft kunnen vertellen. Ik bedoel, als dat zo mag zijn, meneer Frans Pinas, dan kunnen we alles stoppen toch? Als je me komt vertellen dat je niet weet en dat dingen zijn gebeurd omdat meneer Van Tijd dacht dat hij oppermachtig was, dan kunnen we de president naar huis sturen met zijn gevolg. Toch? Absoluut. Want het bestaat niet dat de meneer Van Tijd zoveel macht heeft en dat de raad van commissarissen van de centrale bank niet weet, dat de president niet weet, dat de minister van Financiën niet weet, dan kunnen we die tent, geheim sluiten. Ik concludeer hieruit dat je helemaal niets geloofde wat meneer Hoefdraad daar vertelde. Geen enkel woord, nog letter. Wow. Moesten jullie dan stemmen? Ik bedoel, als hij zo... Nee, De commissie heeft gehoord. We hebben geen vragen gesteld. Ik heb wel een korte statement gemaakt. Meneer Gayadin heeft dat ook gedaan. En mevrouw Coutinho. En de voorzitter, meneer Wang Sabisari, heeft kort dingen aangegeven. Waarom heb ik geen vraag gesteld? Omdat ik van mening ben, je moet dat ding naar de openbare vergadering brengen. Laat land en volk horen waar het over gaat. Toch, wanneer je vragen gaat stellen, dan gaan mensen antwoorden geven. En dan ga je morgen horen, die vragen had je niet gesteld in de commissie. Waarom kwam je ze weer niet stellen? Meneer Dinanga is aan voor voorzitter van parlement. Omdat ze iemand is, want trouwens aan die zomaar niet. Ik doe, kom openbaar, dan gaan we je vragen stellen. Dus we hopen dat er een openbare vergadering komt voor 25 mei. Waar ik wel een zwaar hoofd voor heb. Vooral als ik hoor dat de toevallige meerderheid in het parlement aangeeft dat ze par en per achter de minister van Financiën staan. Dus voor hun kan het niets meer schelen na hun de zonsloed. Zo zie ik dat. Willen ze dat ook brengen? En zo vinden ze ook dat Suriname verder bestuurd moet worden na 25 mei. En er zou dan een huishoudelijke vergadering moeten komen waarbij een verslag komt van de commissie en daaruit voortvloeiende een openbare vergadering. Dus we zijn wachtende daarop en hopende, zoals ik zeg, eerder heb aangegeven dat het voor 25 mei geschiet. Dat moet morgen zijn dan, want volgende week is al bijna... 25 mei. Ja. Maar ik zeg ook, kijk, de minister van Financiën kan nu leunen op deze 26 parlementariërs, want daarop... Maar hij moet niet vergeten dat hij niet daar gaat blijven zitten aan een troonstoel te pasturen. En echt waar, het zal mijn missie zijn dat deze man wordt vervolgd. Dus strafrechtelijk moet hij vervolgd worden. Maar heb je hem niet kunnen adviseren van, kijk even een mooi verhaal, dat vertel je mij, ik was er niet bij, van een heel mooi verhaal. Heb je niet het advies kunnen geven dan van... Wil je ook dit mooie verhaal ook bij de PG ophangen? Dus dat gaan we in een openbare vergadering aan hem voorhangen, toch? Kijk, wij zijn geen rechters. En dat heb ik ook gezegd in mijn statement. Ja. We moeten weten dat dit is de trias politica, is een duidelijke lijn. We hebben een rechterlijke macht. Wij gaan hier niet komen beslissen wat en hoe. Dat moet meneer Hoefdraad aan de rechter gaan vertellen. Dan moet hij gaan zeggen wat of hoe. Wij zijn niet geïnteresseerd. De PG is duidelijk geweest. En ik zie niets aan dat de PG zelf uit zijn duim heeft gezogen. Alles wat de PG heeft gepresenteerd is op basis van feitelijk materiaal. Toch? Dan moet de meneer een Hoefdraad ervoor zorgen dat hij duidelijk komt aangeven wat er wel is gebeurd. Dat je me komt zeggen tijdens je verhoor dat je COVID-19 maatregelen meeneemt en dat je teruggaat naar 2005 en 2007 om zaken te rechtvaardigen. Wat is dat nou? Dus wat Amitawan doet, zo dat je moet doen, zo toe. Dat betekent dat je toch niet leert. Dat betekent dat je toch niet weet wat regeren is. Dat betekent toch dat je niet weet wat je moet doen om het land beter te besturen. Dat is triest dat je dat soort dingen moet aanhoren. Van mensen waarvan je vanuit gaat dat ze de kennis, de capaciteit, de kunde en alles bezitten. Deze man komt van IMF, heeft 5 jaren... 2010, 2015, een salaris van 80.000 SRD geïnd van het volk. Aan een Bouta money, aan een NDP money. Het volk heeft hem betaald.
En dan kom je met dit na 10 jaar slikken. Dan kom je ervoor zorgen dat je het land zo overdraagt. Nee man, Hoefdraad. maar hebt u meneer Hoefdraad gevraagd wat hij fout heeft gedaan? Want iedereen maakt fouten. Jij ook, wij allemaal. Dus hij zal ook iets fout gedaan hebben. Toch heb je die vraag kunnen stellen aan hem? Want kan nou, uit zijn relaas, uit zijn verhaal die hij heeft gepresenteerd, laat hij duidelijk merken dat hij niets heeft gedaan. Van zijn lief alles gedaan, dat zegt hij. Hij was er niet bij, hij weet van niets. Hij is een vrienden in Jeruzalem. Dus hij weet niks van Trick? Hij weet niets. Hij zegt, sommige dingen heeft hij wel gehoord. Hij dat ding van Clarified bijvoorbeeld, dat heel die overeenkomst. Dingen heeft hij wel gehoord en hij heeft wel dingen waargenomen. Maar hij wist niet hoe ver de dingen waren. En hij had eigenlijk aangegeven dat dingen niet zo ver mochten komen. Dus dat er overeenkomsten zijn voortgevloeid uit zaken. Dat was voor hem nieuws. Mm-hmm. Hey, is toch om te vragen van meneer, waarmee ben je bezig? Wat denk je dat wij allemaal Oene hier zijn die hier zitten? Ja, ik heb ook de aanklacht gelezen van PG. En het stond er ook iets van kasreserve. Dus is Van Tricht die 100 dan miljoen... Komt hij, ja, hij is komt Van Tricht zeggen, heeft 100 miljoen alleen opgemaakt. Abonnee, man. Weet wat die man tegen ons zegt? Nergens is strafbaar dat je geld mag... dat je monetair mag financieren. Het is strafbaar. Dus hij kan toch zeggen dat hij gewoon geld mag drukken. En wat ik het ergste vind, en daarom zeg ik, weet je, deze mensen zijn gewoon vreselijk, deze regering. Ik zeg, je komt aan de macht met een wet op staatsschuld, gemaakt tijdens regering Venetia in 2 perioden. Alleen om te voorkomen dat er niet veel geld gedrukt wordt, zodat die SRD stabiel blijft. Als je me dat zegt, alleen wanneer jij gehoord wordt, en daar staat de andere kant te jubelen. Ai, ai, zeg ze. Ah, hey, ik sta er helemaal versteld van. Want dat heeft gemaakt dat onze economie de afgelopen jaren na 1987 kapot is gegaan. Alleen omdat, vooral in de 80, 87, 96, 2000, als we in die periodes kijken, waarom is alles kapot gemaakt? Omdat er te veel geld werd gedrukt zonder een goede dekking. Toch? Dat alles heeft gemaakt dat zoveel kapot is gegaan. Toch? We hebben dat willen bewaken, we hebben dat willen voorkomen. Daarom een wet op staatsschuld. Dan ga je het in 2015 naar 2020, dat je kind al wet. Je maakt die wet tot een prulbakkenwet. En dan wil je me nu komen zeggen dat je het rechtvaardigt. Nee man, deze mensen zijn gewoon wreeddadig. Ze zijn gewoon verschrikkelijk. Dat doe je een volk niet aan. Ik hou het persoonlijk. Hoe zag meneer Hoefdraad eruit? Wat voor indruk had je van hem toen hij binnenkwam en zijn verhaal vertelde? Het is eerlijk waar hoor, ik heb niet naar die man gekeken. Want weet je, ja, het gaat wel aan je werken als je naar zo iemand moet kijken en ook naar hem luisteren. Weet je? Dus ik heb alleen naar hem geluisterd. Zijn hele look was voor mij helemaal niet interessant. En dan zou ik me gaan zitten ergeren aan hem. En daar had ik geen zin in. Maar ja, hij is zoals hij is. Dus wij kunnen nu met z'n allen constateren dat meneer Hoefdraad de dans heeft ontsprongen? Nou, hij heeft het niet ontsprongen, absoluut niet. Het laatste hierover is niet gezegd. Hij gaat nu dat bek in krijgen. Maar hij moet ook niet denken dat hij gaat vluchten. Echt niet. Waar zou je naartoe hij kunnen? Hij moet niet denken dat hij gaat vluchten. Echt niet. Waar naartoe dan? Waar zou je naartoe kunnen vluchten dan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet voor hem. Maar we gaan hem vinden waar hij ook gaat. Mm-hmm, oké. Okay. We gaan hem echt vinden. Maar op welk persoonlijk, hè? Ik bedoel, niet wat je in de media hoort. Maar op welk stuk vind jij als Patricia Ednel hem schuldig persoonlijk? Wat denk jij van... Ja, ik vind dat hij dat daaraan ietsje schuldig is. Welke punten zijn dat? Kijk, het gaat erom dat hij... het gaat om alles wat de deals die hij gesloten heeft. De manier hoe zaken zijn gegaan. Dat er deals gesloten worden. En bijvoorbeeld dat van I am gold. En je eigenlijk onze tegoeden verpand voor zoveel jaren.
alleen omdat je zaken met je geld nodig hebt. Je gaat panden verkopen alleen omdat je geld nodig hebt. Alleen omdat je bepaalde dingen wil laten financieren, zodat campagnes door kunnen blijven draaien. Want het volk hiervan niet geprofiteerd. Toch? Ik vind, waarom heb je dat gedaan? Waarom? Je weet dat het land in grote financiële problemen verkeert. Je weet het. Waarom ben je die deals gaan sluiten? Waarom ben je met die mensen gaan zitten aan tafel? Zij de Yugoslavië. Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je al deze deals laten doorgaan terwijl je weet dat ze voor land en volk niet goed zijn? Toch? Waarom kom je maar zeggen van ja, je gaat op een aandelenmarkt en ik moet de beste deals komen sluiten voor Suriname. En je komt met een rente van bijna 14%. En dan kom je zeggen van ja, we moeten toch even kijken. Want we moeten bij Kisamore Boon deal, want we hadden een deal van 14% zoveel, dat we kiezen van 13,% zoveel. Wat ik zie je? Dat we naar money maken. We naar money. Je moet toch 10 keer nadenken. Als minister van Financiën. Maar ik denk... En als het geld nog gestopt werd in productie, dan ik had ik aboom. Ga kijken wat met onze kassavenfabriek is. Golugu, Etapu. Ga kijken onze huizenfabriek. Man van LCV. Promisser. Elke dag, elke maand zouden er 3 huizen gebouwd worden. 2014. Oh, we zijn in 2020 niet iets van kwart of zo kan bouwen. Elke dag hoor je mensen zeggen van luister, ik ben in een woningnood, ik heb geen huis. Mevrouw Ednel, hoe of wat? Elke dag hoor je dat. Maar een hele huizenfabriek. Nu kom je weer met een heleboel zaken, beloftes op beloftes. We hebben ICDS gehad, die zou 1000 investeerders brengen. Dat ik kon een echt investuur. Nu kom je met een andere productie. Ik weet je, deze mensen... Echt waar, net als hoe Bouters het heeft gezegd, vanaf 2015 heeft hij ons 3 woorden geleerd. Preker, Franse panen en tralala. Precies zo brengt hij het land. Ja, mooi gezegd. Maar dan denk ik, Hoefdraad heeft toch een baas, zo noem ik dat dan. Wat vindt hij van? Ik bedoel, als iemand die onder jou, jij bent parlementslid, hè, je zal misschien nog assistent hebben, als die een opspraak raakt, dan bespreek je toch die situatie met hem? Hoe heeft hij die situatie ook besproken met zijn baas? Wie is zijn baas? Oh, je bedoelt de president? Bijvoorbeeld, ja, als dat zijn directe baas is. Nou, ik weet het niet hoor. Ik denk dat ze hebben gesproken. Als ze niet hadden gesproken, had hij niet kunnen vertellen wat hij moest vertellen. Toch? Ik denk dat hij heeft gesproken. We hebben ook gehoord hoe de president heeft gereageerd. De president zegt gewoon... Ik sta achter een hoefdraad. Hij kiest voor hoefdraad boven het volk. Okay. En hij is het toch ook duidelijk, toch? Ja, want ik moet jou alle vragen van hoefdraad, alle vragen via jou stellen. Ik heb een mail gestuurd naar hoefdraad en daar heeft hij keurig geantwoord van... hij gaat niet meewerken met mijn programma, want hij is niet gecharmeerd van de manier hoe ik vragen stel. Oh. Ja, dus ik denk van, ja, dan heb ik Patricia Ednel gezien voor om al die dingen. Nee, maar was hij alleen? Was hij alles wat hij deed? Hij was met een team. Uh-huh. Maar eerlijk waar, ik weet niet wie de mensen waren. Sommige van de gezichten ken ik wel. Maar ik ga ervan uit dat het zijn persoonlijke team was. Ja. Want ik... Het niet uitmaken of ze een relatie hadden met het ministerie, een relatie hadden met de bank of een relatie hadden met de regering. Ik weet het niet, maar er waren bepaalde mensen met een media. Dus alles wat, we kunnen nu concluderen dat alles wat Van Tricht verklaard heeft voor RC, Parket, OM, allemaal leugens zijn dan, volgens Hoefdraad. Nou, hij zegt, hij ontkent dingen niet. Maar hij geeft aan dat hij er niet bij was. Voor hem is alles ook nieuws. Dan pleegt meneer Van Tricht mijn eten en dat is nog strafbaar. Dus dat, niet dat alleen, maar meneer Van Tricht is powerful man. Ja, weet je wat dat betekent? Ja, ik hoor het cynisme in jouw stem. Hij is powerful man, wat dat betekent. Wat betekent dat dan? Nou, vertel me wat dat betekent. Ja? Je de minister van Financiën, ja, die de staatsbegroting beheert en controleert en voert. Toch? Weet je wat de governor van de centrale bank doet?
De governor van de centrale bank die vergaande besluiten voor land en volk. En jij bent vrienden in Jeruzalem? Nou, dan. En de president van de Republiek Suriname heeft het anomie-syndroom. Daar hebben we hier een governor van de centrale bank. Ja. Die eigenlijk alles in zich heeft. Die man is president van het land, vice-president, raad van ministers. Daar moet een mooi wat die massiefers zijn wel goedgekeurd door de raad van ministers. Dus ik denk dat op dat moment de minister van Financiën doof was en... Ah ja. Maar oké, dan gaat meneer Hoefdraad op een gegeven moment, dan verlaat meneer Hoefdraad zo'n zaal, hè, waar jullie aan de tand voelden. Dan gaat hij naar buiten. En dan zijn jullie onderling parlementariër. Jullie zitten allemaal daar namens het volk. Praten jullie dan niet achteraf van, wat moeten we hiermee? Hebben jullie dat soort gesprekken niet? Nou, eerlijk waar, we hebben daarover niet gesproken, omdat we direct het besluit hebben genomen naar... dat er een verslag wordt gemaakt. Dus we zijn opgestaan en weggegaan. Ik heb wel even nagesproken met mevrouw Carta Bink en meneer De Raponte. Daar heb ik even mee gesproken. Maar niet dat we echt hebben zitten brainstormen, hoor. Ik bedoel, ik heb mijn intelligentie lief, dus ik hoef niet... Ik denk het is toch in belang van het volk. Dus dan gaan jullie toch daarna praten van wat heeft die man hier uitgelegd? Geloven we hem? Als tijdens die hoorsessie al wordt aangegeven dat het prima is wat hier wordt gezegd. En we staan er allemaal achter en we vinden het geweldig. Waarover zou je nog meer willen praten dan? Oké, dus dat ze achter hem staan en zich achter hem scharen. Dat is al bij die hoorsessie gezegd. Dat is druk naar voren gekomen, ja. Terwijl hij daar staat, kreeg je gelijk vertrouwen? Door de leden van de commissie tijdens de coalitie. Ik dacht dat jullie eerst apart zouden gaan debatteren onderling en dan tot een besluit komen gezamenlijk. De commissie dan, de commissie bedoel ik. De fractie heeft toch al een besluit genomen. Het is toch al in de krant, het is toch overal op buiten wat de NDP-fractie heeft gezegd. Wat we allemaal gaan doen is gewoon voor de forum. Cola forum wordt het gedaan, maar het zal duidelijk worden gestemd zal worden. Ja, nee, dat is stemming. Maar ik bedoel, wat naar buiten kwam nu, deze gisteren. Dat is toch na het beraad naar buiten gekomen. Dat jullie als commissie, niet als fractie, maar gewoon als commissie daarvan. Jongens, we staan hier voor het volk. En wat deze man vertelt... ik kan niet veel mee. Is het niet zo? Hebben jullie dat niet gedaan? Dus wij hebben het gedaan tijdens mijn persoon en meneer Gayadin. Hebben dat duidelijk gesteld. Weet je? En natuurlijk moet het vervat worden in een verslag. Dat moet worden gegeven door de commissie aan de leiding van het parlement. Maar je zal in een openbare vergadering bepaalde dingen nog duidelijker kunnen stellen... Want daar hebben alle 51 leden de kans, de ruimte om vragen te stellen. En die kamervergadering, dat is na 25 mei, neem ik aan. Nou, ik weet niet wanneer het zal komen, maar in ieder geval moeten we horen volgende week. Als er een huishoudelijke komt, dan wel gelijk een openbare vergadering. Oké, dus ja, en wat denk jij dan? Wat verwacht je? Wat ik verwacht? Ik verwacht dat er gerechtigheid zal zegevieren, dat verwacht ik. En als het nou niet voor 25 mei zal gebeuren, dan na 25 mei. Maar gerechtigheid moet zegevieren. Okay. We zitten in campagnetijd, we gaan het luchtig afruiten. Hoe gaat het met de campagne? Wat doe je allemaal? Wat vertellen de mensen allemaal op straat? Patricia Ednel. Wel, ik ga zo meteen naar het veld. Ik moet zo weg. En dan heb je de meet the people en dan ga je sowieso met de mensen van gedachten wisselen wat ze willen. Je luistert naar de mensen en natuurlijk geef je de mensen een boodschap. Je kijkt ook naar met wie praat je, want je kan niet alles. Kijk, als je met een ouder gezin praat, dan ga je ook de boodschap anders brengen. Als je met de oudjes praat, dan ga je ook je boodschap anders brengen. Met de jongeren ben je ook anders bezig. Dus we kijken sowieso de mensen die we ontmoeten en met wie we praten. Brengen we de boodschap over. Oké. En duidelijk. En komt het over? Het komt.
komt over. Ik moet niet jokken. In Paramaribo voel je die warmte. De mensen die aanzien van hier de nieuwe change. Weet je, de mensen zijn wel een beetje huiverig over wat er komen zal. Mm-hmm. Maar we moeten ze die eerlijk leiderschap bieden. Dat is wat Suriname echt verdient op dit moment. Huiverig? En we moeten nu... Ja, een beetje bang van, wat gaat het worden? Hoe zal het zijn? Weet je? Ja, die mensen zitten met vragen van, wat gaat het worden? Wat gaan we allemaal meemaken? Toch? En we moeten de mensen eerlijk leiderschap bieden. We moeten de mensen vertrouwend leiderschap bieden. Dat is wat Surinamers echt nodig hebben. En we moeten Surinamers zitten ook op een belangrijke kruis. Gaan we de kant op van of gaan we echt de kant op van en dan gaan we hard werken aan die ontwikkeling van Suriname, want er zit potentie in. Mm-hmm. Maar onom afleider zei voor money en gwanga om een biggie koffer money. Het moet dat het verleden behoren. Dat ga je voor zorgen dat tot het verleden behoort. Nou, de komende, als het volk zegt, mevrouw Edna, nog 5 jaar, mm-hmm. dan mogen ze wel weten dat ik daarvoor zal staan natuurlijk. En als ik moet springen, dan moet ik springen. Als ze me gaan rooieren uit partij, dan gaan ze me rooieren. Maar dan ga ik wel met opgeheven hoef op de ruit. Nou, als man nog kan kotijgen, niet is voor ramen. Ongeacht in welke constellatie je zit? Ongeacht. Maar het wordt ongeacht behalve NDP, hoor. Nee, een constellatie dat. Oké. Okay. Ik ga je succes toewensen en met je campagne deze dagen. Dankjewel. Patricia Ednel. Ja hoor, Frank. Zij ja, hoor. Zat in de hoorcommissie over de malversatie bij het ministerie van Financiën. En zijn deze mensen die moesten beslissen of draad in staat van beschuldiging gesteld moet worden. En de meerderheid in het parlement die staat gewoon achter Hoefdraad. En hij gaat vooralsnog vrij uit. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.